Hartstikke welkom allemaal. Wij gaan vandaag weer een fijn stuk lezen in het eerste boek van Mozes, oftewel Genesis. En we gaan ze buiten vuurwerk afsteken, dat leidt mij af. En de hond boven slaat aan. Goed, we blijven bij de les. Genesis 14 hebben wij afgemaakt tot het einde. En we pakken hem nu op bij Genesis 15 vers 1. Daar wordt het erg interessant, want daar gaat het over de zoon van Abraham. En voordat we daarmee van start gaan, hartstikke welkom Jörg en Michael. Yo, dank u Perry. Het is een tijdje geleden dat wij nog bijeengekomen zijn. Vele omstandigheden die ons belet hebben om deze studie verder te zetten. Maar nu is het uiteindelijk zover. Ik ben alleen maar benieuwd hoe lang we dat nog gaan volhouden. Kapitel per kapitel in het Oude Testament zullen doen. Of dat we een keer ooit een keer gaan zeggen, nu doen we eens een sprong naar hier of een sprong naar daar. Oh, daar zat ik van de week over na te denken. Ik heb wel wat ideeën. Ik kan wel een lijstje maken, want ik zou graag dit een keer doen en dat. Maar voor het moment is het in feite interessant om met de geschiedenis van de mensheid eens een keer van begin af aan door te gaan. Hè? Ja. En in Genesis 15 zijn we ja nog niet zo ver. We zijn nog maar eigenlijk kort achter de vloed. Dus na de vloed aangekomen. En daar zijn nog altijd interessante dingen. In Genesis, wat nog voor ons ligt, zeker als we nu komen stilletjes aan tot Israël, want we zijn ja al bij Abraham, die dan ja later een kind gaat krijgen en die zijn kind ook nog een kind gaat krijgen en zo verder, we willen niets voorweg nemen, maar het is nog altijd eens een keer heel interessant, maar ja, als we aan dit tempo doorgaan, dan hebben we nog een paar jaar interessante studie voor ons. En ik ben heel blij samen met jou ook onze broeder Michael in Duitsland te kunnen begroeten, die ons ook weer vergezelt vanavond bij deze prachtige studie. Hallo Michael. Hallo Michael. Ja, goedenavond meneer. Ik heb nu een beetje een probleem. Dat de laatste keer is, daar ging veel tijd voorbij. En misschien heb ik ook mijn Nederlands een beetje afgeleerd. Ook niet. Dus... ja, ik denk het is 6 weken geleden was die laatste uitzending of zo. Best een beetje, hè? Ja. Ja. Dus moet ik een beetje meer praktiseren, een beetje meer oefenen. Maar ik hoop dat ik tenminste de Duitse teksten ga goed voorlezen. Anders, Michael, als je je niet zo comfortabel voelt met Nederlands, dan spreek jij gewoon Duits. Ik zal gewoon Engels spreken, omdat ik de Koning James lees en Perry doet Nederlands. Ik vind die Nederlands taal ja zo leuk. Ja, dat is het niet. Dat is dat ik geen tijd heb om naar Nederland te rijden of zoiets. Ik heb zoveel werk te doen. En Nederlands is een hele grote... Heel belangrijk voor mij, want Nederland is 10 kilometer van mij af. Ja? En weet je, dat is. Ja, misschien heb ik ook geen Nederlandse vrienden meer, want ik heb mijn laatste Nederlandse vriend, die heb ik een jaar geleden heb ik hier ontmoet en heb ik een beetje verteld met God en de Bijbel. En sinds deze tijd heb ik. Dat herinnert mij aan dat spreekwoord dat God, ik zal het een keer in Engels zeggen. I asked God to protect me from my enemies and all of a sudden I started losing friends. Ja, het is in Nederlands vertaald. Ik heb God gevraagd om mij te beschermen voor mijn vijanden en ineens begon ik al mijn vrienden te verliezen. Ja. Is veel waarheid aan, hè? Als je de waarheid gaat vertellen, dan staat je opeens alleen daar. Ja. En je maakt nog maar heel moeilijk nieuwe vrienden. Laat staan, je maakt heel moeilijk nieuwe kennissen. Mm-hmm. En nog moeilijker nieuwe vrienden. Maar eerlijk gezegd, als ik Jezus tot vriend heb, maakt me dat allemaal niet uit. Nee, precies. Nee, ik heb zelf ook al een paar weken dus in Genesis niet meer gelezen. Ik ben niet meer zo van op de hoogte wat er hierin staat. Dus laat ons een keer zien dat we het lezen en dat we zien dat we daar iets uit kunnen halen wat voor ons interessant is om nog iets dieper te gaan bespreken. We zullen wel zien. Dus ik ga beginnen met de Koning James versie te lezen. Ja. Waarbij ik ook mee eventjes een keer wil bijzeggen, in de tussentijd heb ik ook weer iets geleerd over de Koning James. Ook daar bestaan er verschillende versies. Oh. En die versie die wij hier hebben, dat is eigenlijk de 1769 versie. Ik wist altijd dat die al veranderd was.
In dat opzicht, dat deze versie die we hier lezen, dus een andere punctuatie heeft. En dat er hier ook natuurlijk in de schrijfwijze dingen aangepast zijn. Want het woord love bijvoorbeeld, dat wij vandaag L-O-V-E schrijven, wordt in de oude, originale King James L-O-U-E geschreven. Ja? Dus daar wordt de W nog met de U geschreven in veel gevallen. Das ist eine andere Schreibweise, eine andere Punktuatie und dergelijke Dinge mehr. Und in diese originelle AW 1611 King James, weil ihr auch noch der Apokrypha zwischen dem Alten und Neuen Testament habt, die ihr nicht aus PDF könnt kriegen, in den Hendrickson-Druck, bezahlt ungefähr 28 Euro für eine Bibel, ich habe mir online so einen bestellt. In die Bibel seine verschiedenen. Das ist ein belangreicher Verschil, bleibt, dass ich selbst noch nie verstehe, dass ich so fern noch nie gekommen bin. Das ist in The Song of Solomons, Kapitel 7, Kapitel 2, Vers 7. Da staat in de originele versie she, please. En in de nieuwe versie, in deze versie die wij hier hebben, staat he, please. Maar hoe ben ik daarop gekomen? Omwille van dat Daniel 9, je weet ja, dat is mijn stekpaardje. Dat is het boek van de Bijbel. Ja, ja. Dat ik het absoluut belangrijkste van die hele Bijbel vind. En daar staat in verse 25 en 26 of 24 en 25 staat twee keer het woord prins. En ene keer staat Messiah the Prince en daar staat prins met een hoofdletter. En de andere keer staat the people of the prince that shall come en daar is de prins met kleine letter. In de nieuwe versie. In de oude versie staat prins twee keer met grote letter. En dan is geen vraag meer daarover dat twee keer Jezus Christus bedoeld is. Ja, dat is misschien een keer iets om over na te denken, dat zelfs deze Koning James Bijbel zijn fouten blijkbaar heeft. En ik ben daarop gekomen en heb een videokanaal ontdekt, die noemt John Doerr, bijna gelijk John Doe, maar met een ERR van achter. Die is de financier van Chris Pinto, die films gemaakt heeft, A Lamp in the Dark. Ja. Hidden Face of the Founding Fathers, America Riddles of Stone, en zo verder en zo verder. Die heeft heel veel interessante filmen gemaakt. A Lamp in the Dark, drie delen ondertussen. Zeer, zeer goede films, maar ook Chris Pinto is niet vrij van fouten. John Doerr heeft die films gefinancierd, is ook niet vrij van fouten, maar heeft een heel interessante YouTube-kanaal waarom op die fouten van de King James wijst. Maar voor zover dat ik weet, is in deze plaatsen die we nu aan het lezen zijn, is daar zover alles correct. Hij heeft alleen maar op die twee punten gewezen. Prince, die groot geschreven is in Daniel 9. En She, Please in Song of Solomon, kapitel 2, vers 7. En dat heeft dus blijkbaar iets te doen met Israël, met de kerk van Israël, die She moet zijn en niet in de nieuwe versie gelijk wij dat lezen. He, Please, He moet zijn. Maar ik heb dat boek niet gelezen, allee, Song of Solomon. Totaal uit context. Ik heb dat nog niet gestudeerd. Misschien komen we er ooit hier naartoe en dan verstaan wat hij bedoelt met van dat moet she please zijn in plaats van he please. Ja. Dat wou ik alleen maar even te zeggen. Voor de rest gaan we deze Koning James Bijbel verder gebruiken. Het is ook veel moeilijker te lezen dan andere. Het is een zeer klein gedrukt die Bijbel die ik heb. En dan met die letters zo anders. En bijvoorbeeld bless, God. Bless me, schrijft er dan B-L-E-S-S-E, blessen, bless, blessie. Dus dat is nog een heel andere schrijfwijze en heel veel woorden, dus dat is nog veel moeilijker te lezen als dit. Dit is al oud Engels, dat originale van 1611 is nog oude Engels, nog moeilijker te lezen. Maar het is natuurlijk ook wel fijn om zoiets te hebben en dan hier is een die vergelijkingen te doen. Maar gelukkig zijn die veranderingen niet zo veel. Dat was een zekere Blaney die in 1769 de Bijbel aangepast heeft. En dat is die 1611 of de King James versie die we vandaag de dag hebben, die ik hier nu lees. Waar we in Genesis chapter 15, lezen. After these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, Fear not, Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward. And Abraham said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. Ik
houd maar een keer bij deze eerste drie versen. Ja, dat was een goed idee. Dat vond ik ook toen ik heb het even voor bestudeerd. Ik denk de eerste drie versen en dan moeten we echt even stoppen. Mm-hmm. Een mooi stukje. Oké, in het Nederlands. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een gezicht. Zeggende, vrees niet, Abraham. Ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham, Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Voorts zeide Abraham, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En nu in Deutsch. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Yes. Nou, dan ben ik toch eens benieuwd wat jij te zingen hebt daarover, Perry. Ja, waar ik dan aan dacht, is, ik vind die uitleg van John Kostick over het eerste woord van de Bijbel, dus Genesis. En op zijn Hebreeuws is dat Bereshit. En dat begint met een bet en een resh. En een bet, dat is, dat symbool staat voor een huis. Het lijkt een beetje op een bushokje van opzij gezien. En een resh, dat symbool, dat staat voor de heerser. En dat tezamen staat voor de symboliek van de zoon. Dus de zoon is de heerser van het huis. Dus Bereshit, letterlijk is het dan het volledige woord, is dus Bet, Resh, en dan Alef, Shin, Yod, Tav. Daar staat zoon, God, destructie, hand, kruis. Dus de erfgenaam of de heerser van het huis, dat is een hele belangrijke. Want dat slaat dus ook op het eerste, de eerste twee letters van de Bijbel. Op zijn Hebreeuws. Daar moest ik aan denken. Het gaat niet om zomaar wat. Je hebt dan natuurlijk tegen ons de voordeel, of tegenover ons de voordeel dat jij dat Hebreeuws aan het leren bent. Mm-hmm. Dat is allemaal Chinees voor mij. Of Hebreeuws, dat ik niet versta. Oh, ja. En ik denk voor Michael is dat ook. Maar het is uiteraard zo dat als je de Bijbel in Hebreeuws kan lezen, dan heb je vaak niet veel meer nodig als hier en daar een paar zinnen. En dan heb je min of meer de hele Bijbel gelezen. Want voor zover dat ik die, hoe noemt die mens die je daar juist genoemd hebt? Die John Kostick. Kostick, ja. Ik heb daar ook al een keer video's van gezien, tijd geleden, een hele tijd geleden. Zover ik die versta, is min of meer de eerste zin van de Bijbel in feite een samenvatting van de hele Bijbel. Klopt, dat was ook mijn conclusie. En dat vind ik natuurlijk enorm, moet ik dat zeggen, intrigerend. Ja. Dat je een boek met 66 boeken, met zo en zoveel kapitels en zo en zoveel versen, die mens dat later opgedeeld heeft, met zo en zoveel duizenden woorden in feite, in twee talen dan nog, in Hebreeuws, laat ons niet dat Aramees opzij zetten, en Grieks, dat je daar in één zin, dat die taal zo rijk is, dat kunnen we ons vandaag niet meer voorstellen, dat is een heel belangrijk punt, hè? Ja. Dat die oude Hebreeuwse taal zo rijk is, dat je in één zin alles dat tot uitdrukking kunt brengen, voordat je anders een heel boek nodig hebt. Ja. Natuurlijk, het is zo, in dat hele boek staan natuurlijk veel meer details, maar het gaat over de algemene story, over, ja, laten we maar zeggen, de storyline, om het zo een keer te zeggen, de samenvatting van wat alles het is. Thema. Ja, het thema, het onderwerp, ja. En dat in de eerste woord, of in de eerste woorden, dus in de eerste zin van het eerste kapitel van het eerste boek in de Bijbel, zo samengevat is, dat is gewoon weg.
Ja, ik ken daar zelfs geen Nederlands woord voor. Ik ken alleen maar een Engels woord voor. Dat is mind-blowing. Ja. Verbazingwekkend. Mind-blowing is nog erger. Daar krijg je een glimps. Maar echt maar een glimps. Ja. Een heel kleine schijn daarvan. Ja. Van de perfectie die God voorstelt. Ja. Daar kan men zich als normale mens met zijn normaal kleine werkende hersenen niet voorstellen. Ja. En dan kommt dann noch bei, dass der Antichrist uns natürlich vertellt von, ja, man je gebruikt ook alleen maar 10% van je hersenen. Da ist volgens mij komplett Bullshit. Maar ja, alles, was der Antichrist sagt, ist mir noch mehr komplett Bullshit. En met Bullshit, pass op, das ist kein Scheldwort. Bullshit heeft de betekenis in Engels, dat is een Lügen. Ja? Der Antichrist vertelt nichts anderes als Lügens. Die kann ook nichts anderes vertellen als Lügens, want der heeft de Macht en Autoriteit en Sedel gekregen van de Draak. Van de slang, mm-hmm. ja, en die is de vader van de leugens. Ja. Dus wat verwacht je? Ja? Ja. Dat de zoon evenveel liegt als de vader natuurlijk. En dat is in de Bijbel juist omgekeerd. Daar zegt de zoon evenveel de waarheid als de vader de waarheid zegt. Daar komen we ook weer tot de samenvatting van het hele boek. Daar kan je weinig aan toevoegen. Zo is het. Ja, ja, dat is interessant. Ja. Dus ik wil maar zeggen, dus die The steward of my house, dat staat voor iets heel wezenlijks, namelijk de heerser die hij voort zal brengen. Dus zijn nageslacht moet heersen. Zijn nageslacht moet heersen in het huis. Die moet de bezorger zijn, degene die alles erft. En dat moet iemand van zijn eigen bloed zijn. Ja, steward of my house, zal ik zeggen, dat versta ik zoals in Duits hebben we dat woord verwalter. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. De beheerder van het huis. Ja, in het Nederlands staat op de bezorger. En ja. In het Duits stond er... De erbe. Und erbe meines Hauses ist Elisa van Damascus. Ja. Erbe, dat is weer een verkeerde vertaling in Duits. Hè? Aha. Want erbe... is heir. H-E-I-R. Ja. Ja? Nou, dan wordt het toch eens een keer interessant. Dan kijken we toch eens een keer een I-soort na. Wat dat originele Hebreeuwse woord is. Mm-hmm. Dan moet je me eventjes toegestaan dat mijn computer... Ik heb gekeken op de I-soort. Ah, je hebt dan nagekeken. Okay. Ja, ik ging dat nu juist doen. 15 vers 3 staat dat het zeker. Dat staat heir. Ja, op de laatste woord. Dat staat heir. H-3-4... 2-3. Primitive root. Nee. Het gaat over dat woord steward, hè? Ja. Niet verwisselen hier. Het gaat over dat woord steward in vers 2, hè? En dat Hebreeuwse woord daarvan is bene. Dat is hash 1121. Mm-hmm. From hash 1129. A son as a builder of the family name. Dus een zoon als de bouwer van de familienaam. In de wijdste zin, of literal of figuurlijk, including, omvat het ook het kleinkind, ja? Mm-hmm. Enkel. Ja? Een subject, een natie, kwaliteit of dingen, nephew, dus daar heb je dan nog familiedingen samen bij. Dus in feite gaat het erover van de nakomeling, zal ik maar zeggen. Dat is misschien een woord dat wij in Nederlands daarvoor best zouden kunnen gebruiken. Ja, dat is hier de steward. Ja, ja maar je hebt in de Nederlandse, in de Engelse versie, heb je een verschillend woord dan in de Duitse slachter. Dus daar is die fout. Ja. Ik heb ja juist gezegd dat dat woord erbe, mm-hmm. Wat in de koning James Stuart is, dat is in vers 2. Jij hebt het over dat woord erbe, dat voorlaatste woord, dat is, vers 3. Dat is precies de punt. Dat is hetzelfde woord in Duits, maar het heeft niet dezelfde bedoeling. Heeft een totaal andere woordstam of een andere afkomst. Ja, dat is juist het punt die ik wil maken. Ja, en ik heb ook nagekeken voor die naam van deze mens uit Damascus. Dat is... Eliezer. Ja, dat bedoelt de God of hulp. Ja, de naam of Damascene and of 10 Israelites Eliezer. En dat is God of help. Zo, de God of hulp. Oh. Zo, iemand die, die jij ondersteunt of zoiets. The name of a dam
as seen and of 10 Israelites. Eliezer. Ja. Ja. Anyway, belangrijk vind ik dat we... Ik vind belangrijk dat we hier weer al eens een keer verstaan dat de Duitse Bijbel hier niet zo duidelijk is als de Engelse, die ja ook al twee andere woorden gebruikt. En wat is echt, wat zegt de Statenvertaling? In vers 2 bezorger en in vers 3 zegt ze erfgenaam. Ja. Ja? Voilà. Dus de Statenvertaling maakt hetzelfde verschil gelijk de koning James en de Duitse Schlachter doet het weer niet. Ja. Ja. Dat is de conclusie die hierbij kunnen houden. Dan kunnen we weer zeggen van, jongens, het is belangrijk dat je meer talen spreekt, dat je meer Bijbels kunt verstaan, want de Duitse Bijbel is niet zo duidelijk als een ander. Ja? Ja. Maar dus in feite gaat het daarover, dat Abraham hier zegt, ja maar heer, wat kunde jij mij geven, want alles wat dat ik nalaat, gaat toch sowieso aan een Damaskener. Ja. Bij wijze van spreken. Ja? Hij is de beheerder van mijn huis, want ik heb zelf geen zonen. Ik heb zelfs geen kinderen. En daar wordt het natuurlijk nu interessant, want dat is precies waar we nu op verder gaan lezen, zeker. Hè? Ja, zeker. In vers 4 lezen we dan, and behold, the word of the Lord came unto him, saying, this shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. And he brought him forth abroad and said, look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, so shall thy seed be. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Dat is nu een van de belangrijkste versen überhaupt in de Bijbel. Maar goed, eerste keer tot vers 4 tot 6 in de Staten en daarna in de Duitse Schlachtervertaling. En ziet, het woord des Heren was tot hem, zeggende, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide, zie nu op naar den hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in den Heren en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Right. Een nieuwe slechte slachtervertaling. Jo. De slechte. doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird. Der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Ja. Cake, das ist helemaal das de God kijkt, ob jij gelooft. En niet wat voor dingen jij doet, maar de geloofde aan de Heere. Ja. Ja, dat is ja dat belangrijke in de vers 6. Ja, maar er zijn andere versen die belangrijk zijn in dat wat we juist gelezen hebben. Ja, met bijvoorbeeld dat jij ziet dat, ja, ik weet dat niet in Nederlands, dat is zo, dat jij... kijk naar de hemel en tel de sterren. Nog eerder, daar komen we ook naartoe. Nog eerder. Vers 4 al. Vers 4 al, vind ik. Ja. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, soll sein Erbe sein. Abraham zegt daarvoor nog: ja, Herr, ik heb diene steward of diene beheerder van Damascus, den Eliezer. Die moet mijn erfgenaam zijn, want ik heb zelf geen kinderen. Ja. En God zegt gewoon van, die zal niet je erfgenaam zijn, maar je erfgenaam komt uit je eigen lijf. Dus met andere woorden, jij zult kinderen hebben. Mm-hmm. In de eerste plaats zegt Abraham, ik heb geen kinderen. Ik ben, bij wijze van spreken, ik ben tussen aanhalingstekens arm, omdat ik geen heb die mijn familie voortzet. Ja. Ik moet alles wat mijn familie vergaat geven aan iemand uit Damascus.
Ja? En God zegt gewoon van, nee, die gaat uw erf niet zijn, je erfgenaam niet zijn, je gaat nog een erfgenaam krijgen. Ja. Dat is al de eerste punt. God weerlegt wat Abraham daarvoor beweert hier en zegt van, jij gaat een krijgen. En weet je waarom? Omdat ik het zeg. En dan zei hem verder, zie, dan zegt hem verder in vers 5, zie naar de hemel en tel de sterren als je ze kan tellen. Dat is, ja. Kijk, we hebben in Duits zo'n Kinderliedje. Weißt du, wie viele Sterne stehen an dem großen Himmelszelt? Das weet ik nog, dat heb ik vroeger als kind altijd gesungen, als ik met een Laterne door de straten ging, so in de maand November en so, wahrscheinlich rond de Sint-Martinus-Tijd, of weet ik wel wat allemaal, dat allemaal so katholisch, dat wist ik ja als 6, 7, 8-jarig kind niet. Maar dus, ons wordt in de wereld altijd verteld, de sterren zijn ontelbaar. Er zijn ontelbaar vele sterren. Ja? En dat is ook denk ik de punt op die Michael eruit wilde. Ik ga u zeggen, dat de Bijbel u wel niet het getal zegt, hoeveel sterren er zijn, maar de Bijbel zegt u wel dat de sterren niet oneindig veel zijn. Dat het wel een bepaald nummer moet zijn. Ja. En weet je hoe ik dat weet? No. Nou, laat dat Michael maar verklaren, want die weet het even goed als ik. Oh, ik ben benieuwd. Maar op dit moment heb ik een commentaar ontvangen. Sorry, je bent juist aan het eten. Ja goed, ik wil die historie daarmee. Nee, dan zal ik het een keer zeggen, Michael, en dan eet je rustig op en dan ga je achteraf zeggen dat ik gelijk heb dat jij dat ook wilde zeggen. In het boek der Openbaring wordt gesproken over een oorlog in de hemel. En Lucifer en zijn engelen vochten tegen Michael en zijn engelen. Ja, Michael, de artsengel, die eigenlijk een verbeelding is van Jezus Christus. Mm-hmm. En ze konden niet winnen en ze werden uit de hemel gesmeten. En de draak, dus de slang, Lucifer, de duivel, trok met zijn staart 1/3 van de sterren met zich mee. Ja, ik kan geen 1/3 meetrekken van iets wat ontelbaar is. Hè? Klopt. Dus er moet een bepaald nummer zijn voor de sterren. Wij kennen ze niet. Mm-hmm. Rot kent ze. Ja. Maar uiteindelijk, en daarom zegt hem hier ook van, kijk toch een keer in de hemel. Tel de sterren, als je ze kan tellen. Ja. Voor ons zijn ze misschien ontelbaar, maar God heeft ze gemaakt en die weet precies hoeveel er zijn. Die heeft zelfs elke ster zijn naam gegeven, want elke engel die een ster representeert, heeft ook zijn naam. God kent ze allemaal. Ja? En dat zou je zaad zijn, zegt hij mir. Dus ik veronderstel dat Michael nu opgeëten heeft en ik veronderstel ook dat hij mij zal toestemmen. Ja, en ook dat hij zegt in vers 5 dat zijn zaad is zo talrijk. Als die sterren in de hemel. Ja. En dat herinnert mij aan die Genesis 3:15. Ja, voor die ruzie tussen... De vijandschap. De vijandschap, ja. Ja, tussen de zaad van de goede en de zaad van de slechte. Ja. Mm-hmm. En dat herinnert me. Daar heb ik een... die herinnering aan deze vers van Genesis 3:15. En ook dat herinnert mij aan die actuele discussie, dat er zijn, voor die mensen in de wereld, zijn dat te veel mensen en die maken problemen. En dus moeten we weniger mensen hebben. Ja? Ja. En hier zegt God naar Abraham, dat jou zoveel... nakomen. Ja, jouw zaad zal zoveel nakomen tellen dat je ze bij wijze van spreken zelf kunt tellen. Ja. Dat zegt hij. Heel belangrijk. Ja, en dan komt, als we dit, ik weet niet of dat jullie er nog iets willen aan toevoegen, maar ik vond dat dus heel interessant, zoals Michael ook. En ja, Michael is natuurlijk geïntrigeerd hier door dat woord zaad. Ja, dat is tot nu toe nog niet al te veel voorgekomen. Mm-hmm. En in Genesis 3:15 spreekt God exact met dit woord, ja, Genesis kapitel 3, vers 15. Ik zal vijandschap zaaien tussen jouw zaad en haar zaad. Hij zal uw hoofd vertrappelen en jij zult hem in de hiel steken. Zoiets in die richting zover als ik kan zeggen. Daar is dat woord zaad nog maar juist een keer. Daar gaat het namelijk over een hele lijn van mensen. Ja? De, ja.
tussen aanhalingstekens de goede lijn en aanhalingstekens de slechte lijn. Die twee lijnen die op deze aarde zijn. Omwille van dat sommigen geleid worden door de heilige, de goede geest, en sommigen geleid worden door de gevallen geest van Satan, de antichrist, de antichristelijke geest. Ja. Hebben we daar nog iets over te zeggen? Daarover niet, en wel over vers 6. Dat, absoluut vers 6. Dat is, mooi kort, en hij, dat is Abraham, die geloofde, en hij, en dat is God, rekende het Abraham tot gerechtigheid. Daarmee haak ik in op wat Michael zei. Het komt erop neer dat je gelooft. En op niks anders. Ja. En dat is trouwens een zin die hier dus in Genesis 15 vers 5 staat. En die ook nog een keer staat, dat wordt een keer herhaald in het Nieuwe Testament. Vraag me nu niet waar. Misschien dat jullie, misschien is Michael dat eventjes kan gaan opzoeken of zo, als hem eventjes de tijd heeft. Ik denk dat het eventueel staat in Handelingen. Als Stefanus tegen de Sanhedrin aan het spreken is, voordat ze hem stenigen, daar geeft hem ja een samenvatting van dat hele verhaal, in feite, om de mensen duidelijk te maken dat ze juist hun Messias gekruisigd hebben. Of anders is het op een andere plaats in het Nieuwe Testament, daar staat het ook nog een keer, dat Abraham dus door het geloof gerecht gemaakt werd. En dat is precies wat wij hiervan zouden moeten onthouden. Ja. Ja? Hij geloofde de Heere. En dat hij de Heere geloofde, rekende de Heer hem aan tot gerechtigheid. Ja. Dus door geloof zijde hij gerecht gemaakt. En geloof komt door de genade van God in de eerste plaats. Ja? Dat hij zich over u erbarmt, zegt men in Duits. Erbarmen. Erbarmen, ja, dat hij zich over u erbarmt. En dat je door dat geloof dus in feite wat anders aan het lezen is, dan ben ik mijn draad een beetje kwijt hier. dat hij dus door die geloof gerecht gemaakt werd. En je wordt niet gerecht door dingen die je doet. Je wordt niet door werken gerecht. Nee. Ja. Je wordt gerecht alleen maar daardoor, omdat God uw geloof tot gerechtigheid gaat tellen. Dat is heel belangrijk. Dat is vandaag de dag nog altijd zo. En dat was ganz door het Oude Testament altijd zo. En alleen als je voor de Heere gerecht bent, dan zijt je een heilige, zoals ze zeggen. Zoals we vandaag de dag nog over gaan spreken. En dat komt dus puur door het geloof, door de genade van God. En geloof kun je alleen maar hebben door het woord van God. Dat staat ook zo in de Bijbel daarin. Mm-hmm. In een ander boek. Ja? Dus alleen maar als je het woord van God leest en studeert, kun jij die gerechtigheid vergaren als jij van God ook daarvoor voorzien bent. Mm-hmm. Want als je van God daar niet voor voorzien bent, dan kun je de Bijbel 100.000 keren lezen. Het zal voor u een boek blijven gelijk Moby Dick voor de meeste mensen. Mm-hmm. Je kunt het gewoon geestelijk niet beseffen. Dat heeft te doen met voorbestemdheid. En ja, dat is voorbestemd. En dat is niet aan ons die de genade gekregen hebben, om met de vingers te wijzen op die niet voorbestemd zijn. Mm-hmm. Maar het is gewoon zo. En trouwens, wij weten nooit wie nog voorbestemd zal zijn. Want bij vele mensen gebeurt het op verschillende momenten in hun leven. Bij sommige is het heel hun leven lang dat ze gelovig zijn en dat ze daar in dat leven als Christ zijn. En bij sommigen komt dat misschien nog maar 2 maanden voor ze sterven. Ja, ja. Ze worden misschien 98 jaar of 99 jaar. Ja. En 2 maanden voor ze sterven gaan ze ineens beseffen dat ze heel hun leven boos en kwaad en slecht geweest zijn. En bekeren zich tot de Heere, omdat hij hun eid altijd al gekozen had, maar de tijd uitgesteld heeft dat zij dat verstaan hebben. Mm-hmm. Dus vandaar ook, anders had het ja geen zin dat Jezus Christus zegt, ga in de wereld en predik het evangelium aan elke creatuur. Mm-hmm. Anders moesten we dat ja niet doen. Maar er zijn veel die het door ons te horen misschien eerst pas daar naartoe komen. Mm-hmm. Maar de gerechtigheid wordt toegerekend. En in de Romeins-Katholieke Kerk wordt gerechtigheid verworven. En dat, mijn lieve broeders en zussen, is het grote verschil.
Ja. Ik moet even denken aan wat zeggen, je... Want jullie hebben ook zeker nog wat, hè? Ja. Ja, wat je zei over dat wij die... Nou, die het privilege hebben om het te snappen. Dat wij niet mogen wijzen naar andere mensen. Van nou, die kunnen het niet of zo. Hè? Mm-hmm. Dat, Matteüs 20. Ik vind dat een geweldig hoofdstuk. Dat verhaal van het Koninkrijk der Hemelen is als een man met een wijngaard. Een householder. Mm-hmm. Waarin het thema is dat je kan wel gaan... Je kan wel daadwerkelijk aan de slag gaan in de wijngaard. En je krijgt niet meer loon dan iemand die op het laatst er nog bij gevraagd wordt. Juist, dat is een heel goed verhaal. Hè? Hij stuurt mensen de derde uur van de dag, de zesde uur van de dag en de negende uur van de dag. Ja. En hij betaalt iedereen hetzelfde bedrag. Ja. En dan komen die mensen die er het eerst gegaan zijn en zeggen van waarom betaalde je die laatst gekomen zijn evenveel als ik, die ik toch daar heel langer ben. Veel langer ben. Ja, dat is een zeer goed stukje. Misschien moeten we dan een keer voormerken om voor een andere keer te gaan doen in de Bijbelstudie. Zou je een keer interessant zijn om over het geloof aan zich te gaan en over over de geschiedenis, hoe dat de mens in de hemel terecht kan komen. Want we zijn daarvoor voorbestemd en onder andere in... Matteüs 20, zoals gezegd, wordt dat onder andere besproken. Kan ja interessant zijn om daar eens een keer een studie over te maken. Ja. En wat ik vooral zo mooi vind, dan mag je weer gewoon weer naar jou hoor, maar wat ik zo mooi vind, is dat er staat, het koninkrijk der hemelen is gelijk een man met een wijngaard. Punt. Dat is ongeveer de openingszin. Dat alleen al. Dus dat betekent dat het koninkrijk der hemelen, dat is een werkgever. Meer niet. Die heeft dingen te doen voor mensen. Die heeft mensen nodig om te werken. Die zit bovenop al het geld en dat krijgen wij als we gaan werken. Dus je werkt niet voor niks, nee, je krijgt er ook nog betaald voor ook. En je wordt betaald met het eeuwige leven. En als je 's morgens bent begonnen met werken, heb je het eeuwige leven. En als je 's avonds bent begonnen met werken, heb je het eeuwige leven. Dus ja, dan zouden degene die 's morgens begonnen zijn zeggen van ja... En hebben die anderen ook het eeuwige leven? Ja, het is nu een keer zo dat je niet twee keer het eeuwige leven kan verdienen. Daar heb je namelijk niks aan. Nee, dat bestaat maar één keer. Mm-hmm. Er is maar één keer altijd. Ja, en dat is ook zo dat in het Nieuwe Testament duidelijk gezegd wordt dat God ons bereidt tot goede werken. Ja? Ja. Hij bereidt voor ons de goede werken toe. Mm-hmm. Ja? Dat wil zeggen van die goede werken die wij doen, die doen we niet om verlost te worden, mm-hmm. maar we doen ze omdat we verlost zijn. Keurig. Heel mooi gezegd. Ja. Heel groot verschil weer met de Romeins-Katholieke kerk, waar het juist omgekeerd is. Hè? Ja. Ik ervaar het ook in mijn werk, dat je, als je gaat werken voor het geld, dan heb je teleurstelling op teleurstelling. Dat is altijd zo geweest. Als je werkt omdat je, omdat je het moet, omdat je het vindt, omdat je van alles belangrijk vindt en je wil eigenlijk alleen maar de Here dienen, dan maakt het je niet uit. Dus ik krijg nou als van een zorgmedewerker van Nederland, krijg ik in september 1.000 euro. En dan denk ik, nou, dat is wel leuk erbij. En dan zegt mijn dochter... Ja, het is maar 1.000 euro eenmalig en ik vind dat ze in de zorg dat ze veel meer en een substantieel en een bla bla bla. En denk ik, nee. Ik word al betaald door mijn tevredenheid en dat ik blij ben dat ik mag werken. En ik krijg wat geld om in leven te blijven, nou 1.000 erbij. Ja, vind ik dat erg? Nee. Had ik het nodig? Nee. Je werkt anders als je werkt voor de Here. Dan heb je echt andere dingen aan je hoofd. Dan je druk te maken over een collectieve arbeidsovereenkomst. Oh? Ja, maar dat is ook die verschil tussen die gewone mensen en die mensen die naar God kijken. Mm-hmm. Die hebben andere waarden. Ja? Ja. Die hebben andere moraal. Die kijken naar andere dingen. Maar de gewone geld en de belasting en zoiets. Dat is heel verbazend. Dat jij de grootste deel van jouw leven bezig bent met belasting en werken en deze dingen. Dat is
voor mij is dat die oorsprong is dat de duivel probeert jij bezig te houden. Dat jij op die end van de dag ben je te moe om de Bijbel te lezen of gewoon rustig na te denken na vele dingen. Ja, dat is, jij werd, die duivel die maakt constant druk en houdt jou aan de stress. Dus dat je heel geen last daarvan hebt dat je nou ook deze dingen nakijkt, want je bent kapot van de dag. Ja? Ja. En dat is ook voor mij de reden. Ja, dat is de werking van de staat. Ja, die staat die houdt jij bezig. Ja, ja? Oh, hier belasting, daar belasting, hier een formulier. Ja. Formular, hier nog iets nou moet je naar de shop winkel gaan, dan moet je naar de Waal gaan, dan moet je een kruis maken, dan moet je dit, dan moet je dat, dan moet je dit vergeef niet deze denk aan deze dingen, die zijn heel belangrijk en dan moet je deze en dan moet je naar de school en dan moet je de leraar vragen, dan moet je jij bent constant bezig met zulke dingen die geen waard hebben. Ja? Geen waarde. Precies, geen waard. Geen waarde hebben. Ja. Ik vind het belangrijkste punt, en dat is iets dat is mij nu ondertussen wel duidelijk geworden, maar nog altijd begin ik toch ook te twijfelen. Ik ben nu maar een keer een zonder, ik ben een mens. Ook al ben ik een geboren christen, ik kan me niet vrijspreken van zonde en van valse gedachten en van twijfels. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Maar zo moeilijk het ook is om in het leven de knoopjes aan elkaar te knopen, zoals ze dat in Nederland denk ik zeggen. De eindjes aan elkaar te knopen, ja, dank je. Ja, precies. De eindjes aan elkaar te knopen, dus het financieel te maken, mm-hmm. is als je daarin vertrouwt dat God u helpt, mm-hmm. dan helpt God u. Ja. En ik kan u niet in detail, maar ik kan u zeggen, tussen verleden jaar oktober en nu, vandaag, heb ik gevoeld hoe de Heer daartussen kan komen. Mm-hmm. Dat is, tussen aanhalingstekens, dat is ongelooflijk. Ja. Als je daar gewoon geen belang aan hecht, dan gaat hij daarvoor zorgen dat het in orde komt. Ja. Dat doet hij ook, maar je moet dat vertrouwen hebben. Dat zeg ik eerlijk, dat markeer ik ook soms. Ik ben zo. Ik ben klein in geloof. Jezus Christus heeft gezegd, als je echt gelooft, dan doe deze berg in de zee doen vallen. Mm-hmm. Niemand heeft het gedaan, maar dat kan. En men zegt ja ook, tenminste in Zürcher wird in Duits, ik denk in Vlaams zeg je dat ook, geloof kan bergen verzetten. Zeg je op zijn Nederlands ook. Ja, zie, dat zegt men in Duits ook. Hè? Glaube kan bergen verzetten. Mm-hmm. In Nederlands, geloof kan bergen verzetten. Dat is het geval. Dat is ongelooflijk. Tussen aanhalingstekens is ongelooflijk, maar het is waar. Alleen zijn we zo klein van geloof dat we het niet willen beseffen. En we hebben het heel moeilijk om ons leven in de hand van de Heer te geven. Mm-hmm. En als we daar moeilijkheden mee hebben, dan gebeurt precies dat wat Michael juist allemaal opgeteld heeft. Dan houden we ons met al deze dingen hier in de wereld bezig. Ja, ja. En verliezen dat belangrijke, namelijk de Heer en hem te aanbidden en hem te dienen. Mm-hmm. Verliezen we uit het oog. En verdienen staat in de plaats daarvan Satan. Ja. En de Bijbel staat duidelijk geschreven. Je kunt niet twee heren dienen. Nee. En je kunt niet van de tafel van God eten en gelijktijdig van de tafel van Belial. Nee, dat gaat niet. Als ik er een duit in het zakje mag gooien. Het geloof houdt ook in dat je Godvrezend bent. En dat houdt in dat je je angst verzamelt en die richt je maar op één ding. Namelijk degene die niet alleen jouw temporele leven kan beëindigen, maar ook het hele boeltje kan beëindigen. En terwijl in deze wereld zijn er alleen maar entiteiten die jouw temporele leven kunnen verminderen of wat dan ook. Ja, zoals in de Bijbel geschreven staat. Hè? Don't fear him that can kill the body on earth, but fear him that can kill body and soul in hell. Precies. En wat ik nou vandaag of gisteren dacht, als je niet godvrezend bent, dan ben je af van jouw God begrip, maar niet van je vrees.
En waar moet je met je vrees dan naartoe? En dan gaan mensen, dat dacht ik dus, dan zijn mensen niet meer bang voor God. En dan worden ze bang voor kanker. Of voor corona. Of corona. Of CO2. Of dat ze een auto-ongeluk zullen hebben. Ja. Of dat dit of dat ze zou kunnen overkomen. Ja. Ik vond het ook zo verademend. Afgelopen weekend heeft John MacArthur, die Amerikaanse prediker met die hele grote kerk, die heel groot gebouw. En ook, je kent hem vast. Ik ken hem omdat hij een valse leraar is. Maar ja, wat heeft hij gezegd? Laatst wel, nou ja, daar kunnen we het nog over hebben. Anyway. Het is een keurige man. Hè? En hij heeft het nieuws gehaald dat hij het vertikte en zijn kerk het vertikte om thuis te blijven, omdat er mensen in Amerika ergens ziek zijn. Hij zei, wij zijn gezond en wij komen bij elkaar. En ook stond hij er bestil dat maar 6% van die gerapporteerde coronadoden, de 6% was eigenlijk overleden aan corona. En de rest was, die had een positieve test gehad, maar die mankeerde allemaal andere dingen ook. Echt dodelijke dingen. Daar zijn ja al uitspraken van Amerikaanse gouverneurs en dergelijke dingen meer, die heel duidelijk op het internet gezegd hebben, in vastgehouden televisie-interviews. Ook al sterf je in een auto-ongeluk, als dan op het ziekenhuis vastgesteld wordt dat je coronavirus hebt, dan zijn er een coronadode. Het maakt niet uit waarom dat je sterft, ook al wordt je kop afgeslagen, je wordt doodgeschoten, je rijdt je dood in een auto, je valt van een gebouw of je verdrinkt. Mm-hmm. Als je corona hebt, dan telde je coronadoden. Punt, uiteinde. Speelt geen rol of dat je ook daadwerkelijk aan tussen aanhalingstekens corona gestorven bent. Ja, dat is de indoctrinatie in deze wereld, ja. En waarom ik hem nu aanhaal, is hij toonde geen angst. Geen angst voor corona en ook geen angst voor de politie of de federal huppeltjepup of de whatever. Hij zei, wij zijn allemaal gezond en wij komen graag eens per week bij elkaar en prijzen de heren. En daar gaan we lekker mee door. En niemand die er wat aan doet. Dus geen angst. Terwijl er heel veel mensen zijn van kerkelijke genootschappen die zeggen, ja nee, maar dat kan niet, we zijn bang, maar straks komt de politie. Voor de politie waren ze ook niet bang. Ik heb hier een paar meter van mijn huis aan de Steenweg een paar hundert meter, 200 meter luchtlinie of 300 meter luchtlinie weg, heb ik een gebouw van de getuigen van Jehovas. Ah. Die waren normaal gezien 3 à 4 avonden per week, waren die open, hadden die vergadering. En als ik met mijn moeder ging wandelen met een hond, gingen ze er voorbij en konden ze daar zien zitten. Sinds corona is dat gebouw niet meer open geweest. Hè? Oh. Okay. Dus die passen zich in dat opzicht wel aan. Hè? Ja, ja. Ja, maar misschien mag dat ook niet. Ne? Dat weet ik niet. Wat nee, het mag niet. Hè? In België mag het niet. Omwille van hier in België heb je de beperking van een bubbel. Ja, ja. We hebben hier in België een sociale bubbel. Van op dit ogenblik is dat denk ik 5 mensen. En deze kring, ja, bubbel, deze kring van 5 mensen, die mocht je binnen een bepaalde tijd mocht je die zien. En dan mocht je van bubbel een keer veranderen. Dan moet je die terug gaan zien. Ik denk dat is telkens van een maand of zo vastgelegd. Daarom kan ik ja bijvoorbeeld ook mijn job niet doen. Hè. Ik ben wijnhandelaar. Ik heb mensen aan huis met wijndegustaties om wijn te laten proeven. Ja, ik behoor nergens niet tot de bubbel. Hè. Kan ik niet doen. Hè. Ja, dat is me wat. En in elk geval, die kerk van John MacArthur, die was het ook verboden. Dus het geldt in heel Amerika. Hoor. Je mag daar geen kerkdienst houden met meer dan 50 mensen, ongeacht de afmeting van de zaal. Zo. En dan vind ik het geweldig dat er een gemeenschap is, een ecclesias, een kerk, die zegt, wij zijn niet bang. Wij komen bij elkaar en we prijzen de Heer. Hier in België, als je een huwelijk gaat doen, dan mocht je met 50 mensen maximaal op het stadshuis gaan. Maar als je daarna een receptie doet en een feest doet, dan mogen er niet meer dan 20 mensen zijn en alleen het bruidspaar mag dansen. Echt waar. En ik weet het uit absoluut eerste hand ervaring, want een van mijn taxicollega's gaat nu zaterdag na 21 jaar met zijn vriendin trouwen. En die heeft me dus van al die beperkingen verteld. Oh. Ja. Zo stop is het niet ondertussen. Ademloos. Ja.
Oh, oh. Hier in Nederland hebben wij een schandaal gehad. We hebben een minister, die man heet Grapperhaus. En op zijn Duits, het is een Duitse naam, wat betekent dat eigenlijk, Grapperhaus? Is dat iets? In het Nederlands is dat een Wietshaus. Het is een grap, is een Wietse. Een Strandhaus of wat? Oké, een Grapperhaus. Nou, die man die is weduwnaar en die is nu hertrouwd. En die heeft een feestrouw, een bruiloft. Niet zo lang geleden, 2 weken terug, minder. Mm. En daar zijn foto's van gemaakt. En op die foto's kan je heel duidelijk zien dat hij zijn schoonmoeder aan het knuffelen is. Dat is nou een rel. Dat is me toch wat? Dan betalen we al zoveel belasting. En dan gaan ze ook een ruzie maken over een bruiloft van een van hun ministers. En dat dan de ene minister, werd dan ook dan gezegd van ja, hij heeft de regels overtreden. En het is echt zo dat hij er helemaal niet van plan was. Dat is een ongelukje. Je blijft lachen. Ik vraag me af hoe ze hiermee weg kan komen. Want dit staat toch echt allemaal op internet. Dat belangrijke mensen hier in Nederland, zoals Mark Rutte, dat soort dingen zeggen. Van ja, kijk, als hij per ongeluk de regel overtreedt, dan is dat niet erg. Nou, dat is een mooie boel. Hier in België heb je dat ook, dat een of andere minister op een feest gezien was, die dan met een of andere dichtbij was en zo, wat ook niet mocht en zo allemaal. Maar ja, dat is omwille van dat veel mensen zeggen, die regels zijn gewoon belachelijk. En die mensen gaan ja ondertussen ook daartegen protesteren. Hè? In Berlijn hebben ze dat gedaan. Ja. Alhoewel dat je natuurlijk dat wat in de media daarover verteld wordt, niet kunt geloven van hoeveel mensen daar geweest zijn, hoeveel, bij wijze van spreken, die storm op de Rijksdag wacht en dergelijke dingen meer. Daar zal ik eerlijk gezegd niet al te veel van geloven. Maar ik heb verleden weekend aan de statie in Leuven een vrouw ontmoet. Die heb ik een paar maanden geleden. Ik denk dat moet in april of zo geweest zijn met haar vriend of met haar man. Ik weet niet of dat haar vriend of haar man is. Ja. Naar haar zuster gebracht in Antwerpen met de taxi. Dat was een rit van iets boven de 100 euro. Ja. En we zijn ook een dik uur onderweg geweest. Dus hebben heel veel met elkaar gepraat. Die mensen hebben toen mijn YouTube-kanaal gevraagd. En ik heb e-mail met hun uitgewisseld. En ze hebben al heel veel films van mij gekeken. En die vrouw, die kwam nu zaterdag, kwam ze bij mij op de statie, eventjes naar mij en zei van, hey, kende jij me nog? Ik zei van, ja, je bent die en die. Was een beetje moeilijk met dat masker op, maar ik heb haar wel herkend. En ik zei, wat doe je hier? Ah, zegt ze, ik pak een trein met een vriendin, we pakken een trein naar Brussel en daar is een betoging tegen die coronamaatregelen. En wij gaan daar tegen betogen. Oh. Ik zei, oké, doe maar, hè. Ja. Ik hou me daar niet mee bezig. Ik geef de regering van deze antichristelijk systeem geen redenen om tegen mij voor te gaan omwille van dat ik mij niet aan de regels houd. Dat is toch allemaal bullshit, gelijk ik al gezegd heb. Eén grote leugen. Ja. Ik probeer daar zo weinig mogelijk aan mee te doen als het moet. Vandaar ook weer als ik was gaan winkelen, ik draag mijn mondmasker, maar ik laat mijn neus vrij. Heeft niemand iets gezegd. Als ik 3 weken geleden zo aan de luchthaven in Zaventem stond en de police ging mij voorbij, die hebben niks gezegd dat mijn neus vrij was. Dus dan kan ik tenminste nog een beetje ademen. Ne? Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ik heb dus naar mijn werk in de bus heb ik een mondkapje op. Ja, mondmasker. Dat is een mondmasker. Maar dan probeer ik me te verbergen achter de buschauffeur. En dan trek ik mijn mondmaskertje omlaag. Want ik heb al gemerkt dat er iemand die dat dus niet in de gaten had, die dacht even met vrije neusgaten in de bus te gaan plaatsnemen. Ja. Die werd gelijk aangesproken door de buschauffeur. Aangeschreeuwd door de buschauffeur. Ja. Hey. Terwijl de regel is, je mag alleen maar in het openbaar vervoer zitten met een mondmasker waarvan niet is aangetoond dat het werkt. Want als je met een officieel mondmasker in de bus gaat zitten, waarvan aangetoond is dat het werkt, met patent huppeltje pup, dan krijg je een boete van tegen de 200 euro. Dus je moet per se een niet werkend mondmasker dragen. Dan ben je toch helemaal gek. Hoe bedoel je dat? Versta ik niet. Ja, het mondkapje mag niet echt werken. Want de echt werkende mondkapjes, die mogen alleen gebruikt worden door mensen in ziekenhuizen en zorginstellingen. Ah, je bedoelt en niet door Jan en allemaal op straat. Dus wij moeten met een amateuristisch dingetje. Het mag gewoon een oude zakdoek zijn met een paar elastiekjes. Ja, dat weet je. Dat mag hier ook, ja.
Maar ik wist niet dat het verboden was om een echt masker te gaan dragen. Ja. Of dat je daar zelfs een boete voor ging betalen. Ja, want ik heb het toen het afgekondigd werd, die maatregel. En ik zat ermee in mijn maag, wat moet ik nou gaan doen? Ben ik naar mijn manager toegestapt en gezegd, ja, hebben jullie hier geen mondmaskers en kapjes? Hij zei, ja joh, hele stapels. Ik werk in de gehandicaptenzorg. Als die begeleiding daar met een mondmasker binnenkomt, dan worden die bewoners knettergek. Dan klimmen ze in de gordijnen. Dus, dat wordt dan niet... Nee, die worden echt gek. Mensen hebben al zo moeilijk verstaanbaar gedrag. En als de begeleiding... Nou, dat kan dus helemaal niet. Kortom, op mijn instelling in de gehandicaptenzorg, daar liggen dus voorgeschreven hoeveelheden, allemaal in het magazijn. Maar die mogen niet gebruikt worden door die paar schoonmakers in de bus. Want mijn baas zei, je mag er zo van mij eentje hebben. Maar als ik jou was, zou ik het niet doen. Maar als je gesnapt wordt, dan ben je de bok. En dan ga je, in, bij mijn geval, praat je dan over 20% van je maandinkomen. Maar? Och joh. Dus ik heb zo'n mondmasker gehaald op de markt. Daar verkochten ze ook van die niet werkende dingen. Oh, ik had er eerst zelf een gemaakt. En toen zei die busje weer op een dag tegen mij. Nee, dat is geen zelfgemaakt mondmasker. Ik zei wel. Hij zei, nee, dat is een sjaal. Ik zei, nee. En ik draaide me zo om en aan de achterkant een hele dikke elastieke. Ik zei, dat is toch een mondmasker? Oh ja, nee, dat is wel goed. Ja, dat was ik een sjaal mocht je toch ook dragen, hè? In plaats wat zeg je? Een sjaal mocht je toch ook dragen, hè? Nee, in Nederland mag je niet met een sjaal op je neus in de bus gaan zitten. Dat moet een ding zijn met touwtjes. Ja. Dus je mag wel een sjaal, dan mag je een stukje uitknippen, het gewoon precies dezelfde stof, en dat je dat voor je mond doet, maar dat moet echt met touwtjes of iets achter je hoofd zitten. Het mag niet een sjaal zijn die je afwikkelt en dat je dan vrij naar buiten loopt. Nee, het moet iets met zijn, met een elastiekje of een touwtje. Dus mensen zijn absoluut helemaal gek. Ja. En ik zit ertussen en ik denk, ach joh. Ik heb maar zo'n mondmaskertje gekocht hier op de markt, de allergoedkoopste. Dat ik gevraagd aan mijn collega's en die tipte mij dat er op de vrijdagmarkt staat er nog iemand. Dan kon ik er een kopen voor €3. Een wasbare ook nog. Mm-hmm. Ja, zo'n wasbare heb ik van mijn gemeente toegestuurd gekregen. Zo'n witte, oh? Die draag ik nu ook eens af en toe. Ja. Hebben we gratis van, gekregen. Van ja. Cormac Lau? Ja. Oh? Van Bierbeek, hè? Ja, van het gemeentehuis. Aan iedere bewoner werden, hoeveel mensen in het huishouden wonen, ja? Mondmaskers in de brievenbus uitgedeeld, al een maand of twee geleden. Oh. Ja. En die konden uitwassen en daar konden je zelfs zo'n filterje in doen. Dus een stukje gelijk een papierzakdoek of zo, konden je daar nog tussen schuiven als extra filter, als je dat wilt van binnen. Oh, okay. Als je dat wilt. Ja. Maar kom, we zijn vandaag ja niet hier ingekomen om over corona te gaan spreken. Nee, helemaal. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel interessant als je ziet wat er allemaal in de wereld aan gaande is. Ja. En dan komen we eventjes een keer terug op vers 6. Mm-hmm. En hij geloofde in den Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Kijk, mm-hmm. De mensen in de wereld over die we daar juist hier gesproken hebben, die geloven allemaal niet in de Heere en die krijgen geen gerechtigheid toebedeeld. Die geloven allemaal alleen maar in de regering. Die geloven in de autoriteit van deze wereld. In de aangenomen autoriteit die die mensen zichzelf geven. Daar geloven ze in en daar luisteren ze naar. In plaats van naar de Heer der Heeren. En dat is het grote verschil uiteraard. Ja. Ja, en daarom vind ik het toch goed dat we stil hebben gestaan bij het geloof. En als je gelooft, dan ben je godvrezend. En dus ben je per definitie niet bang voor wereldse dingen. Wel, dat heeft Jezus Christus ook gezegd. Hè? Ik ga u vrijheid geven, maar niet de vrijheid van deze wereld ga ik u geven. Maar mijn vrijheid ga ik u geven. En kijk, ja. Ik heb de wereld overwonnen. Ja. Als je in Jezus Christus bent en je hebt de wereld overwonnen, dan maakt je hier in deze wereld niks meer schrik. Dat zijn mensen die zeggen tegen mij, heb je geen schrik van corona? Nee, waarom? Ik doe daar niet aan mee. Ja, maar hoe doe je daar niet aan mee? Ik zeg, dat kan ik je niet in 5 seconden uitleggen. Ik zeg, dat wil ik ook niet. Nee. Ik zeg, punt. Ik doe niet meer mee. Ik doe niet meer mee aan deze wereld. Ik heb het opgegeven. Deze wereld is satanisch van A tot Z. Ja? Van de zool van de voet tot aan de bovenste tip van uw haar. Ja. Is deze wereld puur satanisch. Heeft mij niks te bieden.
Ik moet alleen maar zien dat ik mijn lichaam dat doorsleep, want mijn geest is al lang vertrokken van hier. Alleen mijn lichaam blijft nog altijd hier. En die moet ik onderhouden, zo goed het kan. En in de tussentijd kan me de hele wereld, kan me eens een keer, ja, oké, ik kan die zin niet beëindigen. Netjes gezegd, kan de hele wereld mij batsen, dat zeggen we wel eens. Ah, mijn rug op, zoals we in Vlaams zeggen. Kan mijn rug op. Het maakt me echt niet meer uit. Ja. En weet je, deze vrijheid te hebben, deze vrijheid van Jezus Christus gekregen te hebben, is het grootste geschenk dat men zich überhaupt kan voorstellen. Je beziet de hele wereld in één keer met heel andere ogen en je kijkt in feite op die andere mensen en zegt van, jongens, wat zijn jullie toch een droevig stel figuren. Ja. En daarvoor dat je een beter stel figuren wilt hebben, ja, kom dan, kom hier, ik geef u het woord. God heeft mij de opdracht gegeven om u het woord te brengen. Ik wil u de waarheid meedelen. Maar ja, ben ik dan uw vijand geworden omdat ik u de waarheid vertel? Ja, precies. In veel gevallen wel. Heel mooi. Ik vind vers 6 een mooie afronding. Want bij vers 7 begint er weer een nieuw stuk. En ik vind het voor deze keer, want we zitten tegen het uur. Dus... Heb ik ook gezien, ja. Ja. Is Michael nog bij ons? Dat denk ik wel. Ja, ja. Ah, misschien is het interessant dat hij dan een keer een afsluiting zegt. Van, wij hebben zoveel gezegd het laatste half uur. Ja. Niet meer aan bod. Ik heb geluisterd, want ik moet een beetje vocabulaire, een beetje woorden openen in Nederlands. Aha. Dus ik probeer een beetje meer te snappen waar het over gaat. En ja, ik ben niet zo goed in... Nee, zeg het niet. We weten het. Dat je al je Nederlands moet bijleren. Mag ik je een tip geven, Michael, voor de volgende uitzendingen? Als je een keer iets zegt en je weet het woord niet in Nederlands, vraag het dan gewoon. En als je ons een keer een woord niet verstaat, vraag ons dan wat betekent dat. Betekent dat in Duits of wat betekent dat in Engels? Zo leer je altijd bij. Wij weten het ook niet allemaal. Ik weet soms ook mijn woorden niet, ofwel in Duits niet, ofwel in Engels niet, ofwel in Nederlands niet. Dan vragen we allemaal. Maakt het ook voor die mensen interessant die deze video gaan bekijken en die dan begrijpen, we zijn hier met drie talen bezig. En nogmaal een keer, tot de afsluiting van mij is een keer gezegd, heel veel chapeau. Ja? Also Hut af voor iemand als Michael, die nooit van zijn leven ergens een keer officieel Nederlands geleerd heeft, die dat in feite oppikt omdat hij aan de grens woont. Ja. Ja? Wat die hier doet met deze studie, en hoe dat die zijn Nederlands hier durft te spreken, ik zeg durft te spreken, ja, op video opgenomen, dat gepubliceerd wordt, dat de hele wereld het kan zien en horen, chapeau, hè, man. Ja. Echt waar. Daar trek ik een keer mijn hoed voor dat je dat doet. Maar wees nooit niet bevreesd of heb nooit niet schrik om een keer te vragen van wat hebt u nu juist gezegd of kunnen we dat een keer anders uitleggen, dan doen we dat. Dat is een open video. Hier gaat het niet erover van, hier gaat het erover dat iedereen kan leren. Zowel die mensen die dit video kijken, als ook die mensen die deze video doen. Hè? Ja, geweldig. Nou, Michael, heb je nog iets daaraan toe te voegen? Nee, op dit moment niet. Ik ben heel moe en ik heb heel veel last voor vele dingen. En ik vond dat zo goed naar jullie te luisteren in Nederland. Nou, dan wil ik je helemaal extra bedanken. Nee, je moet niet bedanken. Dat is, dan wil ik jou extra bedanken. Oké. Okay. Dat is dan beter. Okay. Jurk, jij nog een laatste? Nee, ik heb genoeg gezegd. Ik denk niet, mensen zijn mijn gebabbel ondertussen misschien een beetje beu, maar ik vond het belangrijk wat ik te zeggen had. En ik vind het altijd schoon hoe dat we hier ook aan de hand van een Bijbelstudie een keer gaan aantonen hoe dat je wel van een onderwerp kunt veranderen. Maar uiteindelijk komt het altijd bij hetzelfde terug. Ja. En gelijk dat we daar juist die kleine uitstap gedaan hebben naar corona en deze wereld en alles erop en eraan, we zijn toch teruggekomen op vers 6. Ja, hij geloofde den Heere en dat werd hem tot gerechtigheid aangerekend. En dat is het punt. Wij worden alleen maar gerecht door geloof. Geloof komt door het horen van het woord van God. En het horen van het woord van God komt alleen maar door te lezen in zijn woord, de Bijbel te lezen. En daarom is het zo belangrijk dat ook jullie tot de volgende keer de Bijbel nemen. Liefste Statenvertaling als je Nederlander zijt. En de Bijbel leest. Ja. Tot de volgende keer. Maranatha. Ja, zeker fijn.
Mensen, ik sluit me er helemaal bij aan. Ik heb te weinig aan toe te voegen. Ik ben groots dat ik dit mag doen met mijn twee Duitse broeders in Christus. Tot over x tijd. Con Deo Valente, zeggen ze dan op zijn Latijn. We spreken met elkaar. Doeg!